Scandinavische en Baltische ministers hebben in een officiële brief aan de Europese Commissie hun zorgen geuit over het gemak waarmee Russen en Belarussen in Hongarije kunnen wonen en werken en mogelijk zelfs vanaf daar de Europese paspoort kunnen aanvragen. Hongarije versoepelde recentelijk de regels voor een werkvisum voor Russen, maar creëert daarmee een direct veiligheidsrisico voor andere EU-landen, zeggen de ministers. Bij ons is VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Een goede avond. Goedenavond, meneer Beekhuis. U noemde het een godspe, las ik ergens. Wat is het godspe aan deze? Correct. Dat is bargoens, hè? Dat is in Amsterdam, goed Amsterdams woord. Maar het is een godspe omdat het de veiligheid van het hele EU-Schengengebied ondermijnt. Hongarije is lid sinds 2007 van het Schengengebied. En bewaakt daarmee ook een buitengrens voor andere landen. En met deze maatregel, waarmee ze dus 2 jaar lang Russen een werkvergunning willen geven, slippen er dus allerlei mensen en Russen door het net. Die komen dus het Schengengebied in, die we er niet willen hebben. Dat is een veiligheidsrisico wat u ziet. Ja, absoluut, absoluut. Het is een ondermijning, denk ik, van onze Ruslandpolitiek. Dat is het eerste probleem. Maar een groot probleem is, denk ik, ook wel in de sfeer van spionage, sabotage, Russische militaire diensten, maar ook een buitenlandse inlichtingendienst die heel agressief opereert in Europa. En daar hebben we echt een probleem mee. We hebben de militaire inlichtingendienst van Rusland heeft aanslagen gepleegd in de dierentuin van Berlijn, maar die hebben ook Skripal in Engeland vermoord. Ze hebben dat ook gedaan, een munitiedepot laten ontploffen in Tsjechië. Ze hebben een Bulgaarse wapenhandelaar hebben ze omgelegd. En Bellingcat laat zien dat ze dat steeds doen, ja, met een andere plaksnor en een ander paspoort. En wat ik wil is dat er biometrische checks komen, zodat die mensen niet iedere keer weer Europa kunnen binnenreizen, maar dat we ze aan de grens pakken en niet dat we de grens openzetten. Kijk, maar weten we ook dat al die mensen die aanslagen gepleegd hebben, dat die via Hongarije Europa binnenkomen? Of zijn er meerdere lekken? Er zijn meerdere lekken, maar je zet wel de deur wagenwijd open voor dit soort pipo's. En wat je nu hebt, we hebben natuurlijk in de Rheinmetall, de CEO van Rheinmetall, die zou worden omgelegd. Er was een aanslagplan vanuit de Russische staat richting de chief executive officer van het defensiebedrijf in Duitsland. Vandaag nog in de krant staat dat in Geilenkirchen, een NAVO-luchtmachtbasis in Duitsland, dat daar sabotage zou worden gepleegd. Dat gebeurt allemaal door die militaire inlichtingendienst, vaak unit 29155 is dat. En dat is uitgebreid gedocumenteerd, dat die mensen steeds weer binnenkomen op allerlei valse gronden. En ik denk dat als je de deur openzet voor een land als Rusland via Hongarije, ja, dan is het hek van de dam voor de veiligheid van alle landen. En daarom vind ik het een godspe, dat moet niet kunnen. Nee. En we moeten nu echt hard aan de bel trekken. Ja, want u bent Europarlementariër. U kunt toch in Brussel uw Hongaarse collega's daarop aanspreken? Nou, mijn Hongaarse collega's, voor zover die voor reden vatbaar zijn, zijn ze van de partij van Viktor Orbán, dan is daar niet mee te praten. Maar een aantal anderen wel. Er is een grote oppositiepartij bijgekomen. Maar wie ik vooral aanspreek is de commissaris uit Griekenland die erover gaat, Margarita Skinas. Die zit bij mij op de 6e verdieping in Straatsburg. En we zitten vaak in dezelfde lift. En je kunt een lift pitch houden. Dat je een elevator pitch moet hebben. En ik heb tegen hem al heel vaak de elevator pitch gehouden van, kijk, een plaksnor en een paspoort kun je vervalsen, maar die Russen kunnen niet een iris-scan van hun oog vervalsen. Of een vingerafdruk is een stuk moeilijker. Dus ik heb hem vaak genoeg gezegd, zorg voor biometrische scans aan de grens. Maak het strenger in plaats van minder streng. Zorg dat je de standaarden omhoog doet in plaats van omlaag. En wat nu gebeurt is volstrekt het verkeerde signaal. Dus ik sta volledig achter die Baltische staten en de Scandinavische landen. Maar het echte probleem is natuurlijk dat Viktor Orbán, ja, die heeft helemaal niet zoveel behoefte om streng tegen Rusland en de Russen te doen. Nee. Hij is nog volledig afhankelijk van Russisch gas. En hij is ook een autocraat. En die zoeken elkaar op, ideologisch gezien ook. Dus hij vindt het wel prettig. En bovendien, op elke Europese top, des te meer hij blijft zieken. Ja, 's ochtends vroeg is een hotelkamer in Brussel. Er staan alle regeringsleiders op een rij die bij hem een croissantje komen eten. Want ja, ze moeten hem overtuigen, willen zij politiek iets voor elkaar maken. Maar op het moment dat hij uit de EU zou stappen, Viktor Orbán, ja, is het een nietsbetekenend land in het midden van Centraal-Europa. Dan stelt hij ook niks meer voor. Dus zolang hij in de EU blijft, blijft hij ziek en blijft hij relevant. Ja, en dat dus is een je kunt eigenlijk niks doen. Situatie. Nou, het is wel zaak dat we in Europa langzaam gaan nadenken over een nieuwe ordening. Ik denk ook wel met de uitbreiding van Oekraïne en de uitbreiding van misschien Moldavië, dat we toch gaan kijken naar verschillende ringen. Een binnenste ring van landen die met elkaar door willen en verdieping willen. En een andere ring daarbuiten.
waarin Hongarije ook wel in past. En die wel misschien in de politieke familie willen horen, maar niet zozeer met veto's de boel kunnen frustreren. Ja, moet misschien Hongarije gewoon uit Schengen gezet worden, zodat je wel naar Hongarije kan, maar dat het daar dan weer meteen mee stopt. Ja, Schengen heeft een Schengenboard. Die zal een uitspraak moeten doen. En daarnaast zal de Europese Commissie een uitspraak moeten doen. En dat zijn dingen waar het Europees Parlement fors druk op zet. Ze hebben weliswaar heel goed genoten van de zomer aan het strand. Maar we hebben ook nog een brief geschreven in de zomer aan de Europese Commissie over dit onderwerp. Ook we zijn niet stil blijven zitten, met andere woorden. We zetten hier echt wel druk op dat hier beweging in komt. Ja, het Europees Parlement is altijd wel in beweging en die wil altijd wel dingen bereiken. De Europese Commissie is soms wel terughoudender. Ja, we gaan nu zien wie de nieuwe commissaris wordt voor migratie. Maar die commissaris Skinas uit Griekenland die er nu zat. Ja, ik heb hem nog een e-mail gestuurd een paar weken geleden. En ik heb hem gezegd van, what legacy? Hè? Welke nalatenschap wil je nou nalaten? Dus je zijn je laatste weken als eurocommissaris. Doe nog één keer een goed voorstel. Zorg voor die biometrische controles aan de grens met Rusland. Dus zorg dat je verplicht die iris-scan krijgt, zodat we ook minder makkelijk bij de neus worden genomen. En ik hoop dat hij daar gevoelig voor is.